Dus ja, als ik op straat loop, zie ik heel veel mensen die zich wel goed aan die anderhalf meter regel houden. Dat is best wel goed. Ik zie ook wel soms mensen die er zich totaal niet aan houden. Dat is wel een beetje slecht. Maar soms is het niet echt helemaal duidelijk wat nou precies anderhalf meter is. En ook ik zelf vind het soms ook best lastig om me eraan te houden. Was dat anderhalve meter? Nee. Nee? Probleem is niet dat ik me niet aan de regels wil houden. Het probleem is dat ik niet altijd zeker weet hoeveel anderhalve meter nou precies is. Maar ik heb een idee. Het idee is simpel. Je hebt alleen maar een rolmaat nodig. Wat karton. Lijm. Printer. En een mes. Dit is denk ik niet zo goed voor mijn vloer. Een scherp mes. Bloeden. Als je mensen op afstand wil houden, moet je pijn lijden. En oh ja, krijtspray. Heel veel krijtspray. Wauw. Hij is vet, hij is goed geworden. Ja? En dan moet je heel vroeg opstaan. Wel om 8:30 of zo. Echt heel vroeg. Wow, het is nog zo rustig op straat. Er is echt nog niemand. Je moet toeslaan wanneer de vijand het zwakst is. In dit geval is onze vijand de voetganger. En ons slagveld, het voetpad. Zou het helpen? Misschien een beetje. Maar een beetje meer afstand? Goed genoeg voor mij.